Hoi, mijn naam is Nikki. Welkom bij Zoontjens. Vandaag neem ik jullie weer mee naar Higher Grounds. Maar ik ben niet alleen. Vandaag ga ik op pad met mijn collega Hans Mutsaars. Hij gaat me alles vertellen over de parkeerdaken. Hans, het kan bijna niet dat mensen jou niet kennen. Maar zou je je toch even willen voorstellen? Mijn naam is Hans Mutsaars. Ik werk al 34 jaar bij Zoontjens. Parkeerdaken is mijn specialiteit waar ik ontzettend veel voldoening uit haal. Ga je mee? Dan gaan we een paar daken bekijken. Hans vertelt me bij welk dak we zijn aangekomen. Bij deze BMW-garage in Tilburg bijvoorbeeld. Hier op het dak is er ruimte om zo'n 60 auto's te stallen. Voor een autodealer natuurlijk ideaal. Je hebt geen ruimte rondom het pand nodig en ze staan verschrikkelijk veilig. Inderdaad, maar waarom zouden opdrachtgevers nou moeten kiezen voor het systeem van Zoontjens? We hebben een systeem dat opgebouwd is uit meerdere schalen, het zogenaamd modulair meerschalig. Zodat je op een makkelijke manier het tegelpatroon en de tegels kunt vervangen, verplaatsen en eigenlijk veranderen. Waarom is dat belangrijk? Met name voor je elektriciteitskabels, voor de elektrische auto's in de toekomst, voor de oplaadpunten. Je legt tussen de tegel en de isolatie, of dakbedekking en tegel, leg je de stroomkabels neer en dan maak je laadpunten van. Dus een modulair systeem is ook ideaal voor hergebruik of een nieuw stuk dak erbij aan te leggen en natuurlijk bij onderhoud. Op naar het volgende dak. Hans, waar zijn we nu? We zijn nu op winkelcentrum Vleuterweide bij Utrecht. Hans legt me er meer over uit. We hebben hier te maken met een dak op een winkelcentrum. Dat is multifunctioneel, waarbij we zien dat er hier bloembakken zijn. We zien hier opslagplaatsen voor bewoners. We zien hier een gedeeltelijk openbaar gebied. En een gebied voor de bewoners waar ze de auto's kunnen stallen, waar ze ook de privéterrassen hebben. Daarbij komt twee ingangen voor grote winkels, een Lidl en voor een Albert Heijn, waarbij ook de winkelwagentjes staan op het parkeerdek. Het parkeerdak ligt er inmiddels al bijna 15 jaar. Hans, ik heb ook begrepen dat de tegeldragers worden gemaakt van oude autobanden. Ja, dat klopt. Ons complete parkeerdak is recyclebaar. Dus we hebben een circulair dak waar we elk onderdeel kunnen vervangen tegen weer eenzelfde onderdeel, tegen dezelfde waarde. Dus een voorbeeld te noemen, onze tegels kun je weer breken, fijnmalen. Die zijn niet gewapend, dus je hebt zuivere puin die je weer her kunt gebruiken als grindvervanger. Dus vandaar dat wij een circulair dak hebben. We zijn op weg naar ons derde parkeerdak. Deze ligt in Maasdijk om precies te zijn. Deze omgeving staat bekend om bedrijven in de glastuinbouw en logistieke sector. Waarom parkeerdaken in dit gebied? Nou, vanuit de overheidswegen is gesteld dat de mensen op eigen terrein moeten parkeren. Je hebt een dubbel ruimtegebruik en je houdt je verkeersstromen van personenautoverkeer en vrachtautoverkeer, wat hier een enorme vlucht heeft genomen, gescheiden van elkaar. Dus het is zowel veilig als veel efficiënter. Het dak heeft ook zonnepanelen. Super multifunctioneel. Hans, bedankt voor deze heel erg leuke dag. Het was mij ook een waar genoegen. Dankjewel. Ik zie jullie graag weer bij mijn volgende vlog.